Wie is eigenlijk de baas op het internet? Is dat Google, de overheid of ben jij dat? Kom erachter in de serie De Baas op het Internet. In deze serie gaan we in 6 video's onder andere het internet nabouwen, berichten versleutelen en ontcijferen met geheimtaal, een escape room bouwen en een zelfrijdende auto ontwerpen. Alle missies hebben met elkaar te maken. Het is dan ook fijn om te starten bij missie 1 en ze zo één voor één te doorlopen. Na elke missie ontvang je een badge. Behaal ze allemaal en jij bent je eigen baas op internet. Het internet is namelijk gewoon gemaakt door mensen. Mensen die keuzes hebben gemaakt waar jij misschien niet altijd helemaal mee eens bent. En als jij je eigen baas op internet bent, heb jij de power om het zo te maken zoals jij wilt. De Baas op Internet is ontwikkeld door WAAG, Bits of Freedom en Netwerk Democratie. Ga naar debaasopinternet.nl als je meer informatie wil. Deze Skills Dojo-serie bestaat uit 6 video's. Maar op de site van de Baas op Internet vind je nog veel meer modules en andere onderwerpen. Missie 1. Privacy op internet. Leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze eerste missie gaan we onderzoeken hoe belangrijk privacy voor jou is. Privacy is het zelf bepalen welke informatie over jou privé blijft of gedeeld wordt. En met wie deze informatie gedeeld wordt. Via het internet sta je in contact met de hele wereld. Via de apps, games en sites die je gebruikt delen we van alles met elkaar. Foto's, tekstberichten, filmpjes, playlists, highscores, huiswerkopdrachten. Wat deel je eigenlijk niet? Maar mag iedereen alles van jou weten? Op internet is het heel lastig om te zien wie er toegang krijgt tot jouw eigen informatie. Iemand kan jouw bericht makkelijk doorsturen, maar ook bedrijven onderscheppen jouw informatie. Wat heb je deze missie allemaal nodig? Je hebt nodig een print van de werkbladen die horen bij module 1 Privacy. Hieronder vind je een linkje naar het PDF-bestand. En een pen of potlood. Deze module gaat dus over privacy. Welke informatie over jezelf wil je met wie delen? En waar zijn die keuzes van afhankelijk? In welke gevallen hou je die informatie liever voor jezelf? Pak de werkbladen er maar eens bij. Jouw eerste missie is om in kaart te brengen met wie je allemaal contact hebt. Dat kan zijn in het echt, maar ook via internet. Op het invulblad op pagina 4 zie je aan de linkerkant staan Wie zie ik? Zet zo dadelijk de video even op pauze en vul hier in de 4 velden in welke mensen je in het echt, oftewel offline, ziet. Bijvoorbeeld, elke dag zie je misschien je familie, je vrienden, je klasgenoten, juf, meester. 2 of 3 keer per week je trainer op de hockeyclub. En zo verder. Als je klaar bent met het invullen van alleen deze eerste 4 velden, druk je weer op play en gaan we verder. Zet de video maar even op pauze. Gelukt? Mooi. Kijk nu naar stap 2. Welke apps, games of sites gebruik ik? Als jij internet gebruikt, wat doe je dan en hoe vaak doe je dat? Denk bijvoorbeeld aan chatten, mailen, websites bezoeken, apps gebruiken, games spelen of filmpjes kijken. Teken dan nu de logo's van de diensten of de sites die jij gebruikt in de juiste vakken aan de rechterkant van het invulblad. Als je even vergeten bent hoe het logo eruit ziet, mag je natuurlijk ook de naam invullen. Terwijl je dit doet, kun je de video weer even op pauze zetten. Weten wat privacy is en wat het precies inhoudt is belangrijk. Het helpt je keuzes te maken in welke internetdiensten of sites je wel en niet wil gebruiken. Want iedereen heeft wel iets te verbergen. Ik heb niets te verbergen is een veelgehoorde reden om informatie niet af te schermen op internet. Maar dat is niet helemaal waar. De meeste mensen zouden niet snel hun persoonlijke e-mails op Snapchat zetten. Of de deuren open laten staan als ze naar het toilet gaan. Of helemaal geen gordijnen in je slaapkamer ophangen. We hebben allemaal wel iets te verbergen. Bepaalde gedachten hou je liever voor jezelf. En wat je deelt met je vrienden, deel je misschien liever niet met je juf of meester. De context is belangrijk. In een persoonlijk gesprek deel je andere dingen met een goede vriendin of vriend dan in een groepsgesprek via WhatsApp. Dat komt omdat de context verandert. Al is de boodschap hetzelfde, als de context verandert, moet je ook anders met privacy omgaan. Maar op internet deel je niet alleen je eigen informatie. Zo kan het zijn dat iemand online een foto deelt van je voetbalteam of vriendengroep. Terwijl niet iedereen die op die foto daar toestemming voor heeft gegeven. Wanneer je besluit iets te delen via internet, heeft dit gevolgen voor anderen. Meestal is dat geen probleem, maar soms kunnen er lastige situaties ontstaan. Stel, je ouders posten op je verjaardag een babyfoto van jou toen je 1 werd. En die foto had je liever niet aan de hele wereld laten zien. Dan kan het handig zijn om samen goede afspraken te maken over wat je deelt en wat je niet deelt.
En het is lastig om te zien welke internetdiensten precies met jou meelezen. Maar dat doen ze wel. Veel, met name gratis internetdiensten zoals Facebook, Instagram of Snapchat, zijn heel geïnteresseerd in jouw internetgedrag. Met wie je communiceert, hoe vaak, wanneer, waarover en wat jij allemaal op internet opzoekt. En het is behoorlijk lastig om in te schatten wat deze bedrijven precies met jouw informatie doen. Met wie delen ze jouw foto's en sturen ze misschien aan een webshop door dat jij op zoek bent naar de nieuwste FIFA-game. Omdat je dit niet precies weet, is het heel lastig voor jou om de context waar we het eerder over hadden in te schatten. Je weet niet precies met wie je wat deelt. En dat maakt het heel lastig om je eigen privacy te beschermen. Kijk nu weer naar het invulblad. Welke mensen die je in het echt ziet, spreek je ook online. Trek lijnen tussen de mensen aan de linkerkant en de logo's aan de rechterkant. Schrijf bij de lijn waarvoor jullie elkaar online spreken. Bijvoorbeeld WhatsAppen met mijn voetbalteam. Terwijl je dit doet, kun je de video weer even op pauze zetten. Goed gedaan. In deze eerste missie heb je ontdekt wat privacy op internet inhoudt. En dat het meestal van de context afhangt met wie je welke informatie wilt delen. Je hebt in kaart gebracht met wie en via welke apps je via internet communiceert. En doordat de bedrijven achter deze apps zitten, het soms niet helemaal duidelijk is welke informatie precies met wie gedeeld wordt. Belangrijk is dat je je dit realiseert. En dat jij als eigen baas op internet bepaalt wat je wel of niet wilt delen. Je hebt je eerste badge verdiend. We hebben het in deze video al veel over internet gehad, maar hoe werkt dat internet eigenlijk? In de volgende missie gaan we daarom ontdekken hoe het internet gebouwd wordt en hoe informatie verstuurd wordt. Dat doen we door zelf het internet na te gaan bouwen. Tot de volgende missie.